Microben zijn overal. Geen mens of dier kan zonder deze onzichtbare weldoeners leven. En vandaag ga ik het hebben over de gorilla en zijn darmbacterie Lactobacillus gorillae. Tja, je zou het misschien niet zeggen als je die spierbundels van die gorilla's hier achter je ziet. Maar gorilla's zijn vegetariërs. Ze leven op een dieet dat uitsluitend bestaat uit fruit, groenten, zaden, maar ook bladeren en de bast van takken. En om al dat plantaardig materiaal te kunnen verteren, is samenwerking met bacteriën onontbeerlijk. Gorilla's hebben een aantal aanpassingen om dat moeilijk verteerbare materiaal toch te kunnen verteren. En daarvoor hebben ze, als je vergelijkt met de mens, een veel grotere dikke darm. En verder, dat is misschien een beetje een vies idee, maar eten ze ook hun eigen poep op. Ja, en dat is natuurlijk wel handig, want als je dan heel moeilijk verteerbaar materiaal hebt, gaat het nog een rondje door diezelfde spijsvertering heen. In die dikke darm van de gorilla zitten enorme hoeveelheden bacteriën, net zoals bij de mens. Wel zo'n 100 miljard per gram. Moet je eens voorstellen hoeveel bacteriën dat zijn. En een aantal daarvan zijn echte specialisten. Die kunnen namelijk plantaardig materiaal, en dan met name cellulose, omzetten in verbindingen die opgenomen kunnen worden in de dikke darm. Dat doen een aantal bacteriën met elkaar die daarvoor de activiteit aanleveren. En ook Lactobacillus gorillae, een specialist die uitsluitend in de darmen van de gorilla voorkomt. Daar hebben onderzoekers een tijdje geleden een bijzondere ontdekking gedaan. Ze hebben gekeken naar die darmbacteriën en ze vonden dat dierentuingorilla's darmbacteriën hebben die veel meer op die van de mens lijken dan gorilla's in het wild. Wij zijn het ook in Artis gaan onderzoeken en we zagen vergelijkbare resultaten. Dus we gaan de gorilla's extra verrijking geven met takken, bladeren en bast. Dus een dieet geven wat dichter ligt bij wat ze in het wild ook krijgen. En we willen op die manier gaan onderzoeken of hun darmbacteriën dan ook weer veel meer gaat lijken op de darmbacteriën die we in het wild aantreffen. En we gaan jullie de komende tijd op de hoogte houden van dit onderzoek. En mocht je nou geïnteresseerd zijn in poepen en daar nog meer over willen weten, de grootste poepwand in de wereld, die kan je vinden in Micropia. En daar zit die van de gorilla ook tussen. Dus kom naar Micropia.